Goedemiddag allemaal, welkom allemaal, ook de mensen die het nog live terug gaan kijken. Ik wil heel graag natuurlijk openen met gebed, want het woord moet gebracht worden zoals God het wilt. Dus niet hoe Edward het wilt, hè. Okay. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u een woord aan mij hebt toevertrouwd. En ik bid daarom ook in de machtige naam van Jezus, wilt u iedereen, inclusief mijn hart ook, Heer, maar al onze harten zacht maken om het woord te ontvangen van u, Heer. Heer, dat er mag gezaaid worden, Heer. Dat wij ook weer vernieuwde mensen meer en meer op uw zoon mogen gaan lijken. En dat als we straks naar huis gaan ook, dat er wat mag gebeuren, Heer. Echt, dat bid ik zo. Kom, lieve Heilige Geest. Vul ons, vul mij, dat ik alleen zal spreken in uw waarheid, niet die van mij. Help mij. In Jezus' naam. Amen. Ik wil openen met Romeinen hoofdstuk 10 vanaf vers 8. Daar staat dit. Nee, in de heilige boeken staat iets heel anders. Gods boodschap is dicht bij jullie. In jullie mond en in jullie hart. Gods boodschap is het goede nieuws waarover wij vertellen met onze mond. Eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God hem uit de dood heeft laten opstaan. Daarom zullen we gered worden. Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren, als onze Heer, worden we gered. En in de heilige boeken staat ook, iedereen die in hem gelooft, zal gered worden. Dat is heel bijzonder. God is zo genadig, en daar wil ik mee beginnen, dat elk mens die gelooft in Jezus als zoon van God, voor hem aan het kruis is gegaan, maar ook uit de dood is opgestaan. Als je dat gelooft met je hart, kan beleiden dus met je mond en met je tong, dan ben je gered. Moet je nagaan. Er zijn zoveel mensen in onze ogen die slecht zijn, maar God houdt van de ziel. Als jij nog niet hebt gekozen, en misschien zijn er mensen vandaag ook hier in de zaal, die nog niet echt hebben gekozen met hun hart voor Jezus. Daar wil ik ook straks even bij stilstaan, want het is zo'n bijzondere keuze. En dan vraag ik ook, in het bijzonder voor de mensen die nog niet met hun hart hebben gekozen voor Jezus, ook voor de mensen die kijken, luisteren naar deze preek en laten we dan straks een keus maken. Want C.S. Lewis zei ooit, als het geloof nou echt bestaat, hè, als het geloof nou echt bestaat dat Jezus echt de Zoon van God is, dan betekent dat alles om in hem te geloven, dan betekent dat alles. Dus ik heb niks te verliezen. Als het niet zo is, pech gehad. Maar als het wel zo is, had ik maar in hem geloofd. Hè? Jullie begrijpen wat ik zeg. En ik geloof dit echt. Anders zou ik hier niet staan. Ik geloof dit echt. Ik heb ervaringen gehad. Ik heb ervaringen gehad. Visioenen gekregen van God. Zoals Gabriel net getuigde over dromen. Dat zijn dromen van God. Dat kan niet anders. En daar mag je heel serieus mee omgaan. Want de duivel, die ook reëel is, als hij liggen is de duister, die zal er alles aan willen doen, dat je je doel mis. En het doel missen, dat is heel simpel, dat is de zonde. We zeggen wel eens, we zijn zonde begaan, maar zonde betekent letterlijk je doel missen. Het komt uit het voorbeeld van pijl en boogschieten. Dan moet je in het midden raken. En als je daar niet in raakt, dan noemen ze dat zonde. Dus je hebt je doel gemist. Zo is het ook met ons. Jij bent gemaakt door God, voor maar heel even. De Bijbel zegt het, hè. We zijn als gras en een mooie bloem die zo weer verwelkt. Binnen een dag, binnen een week. Zo zijn wij, we zijn als stof. Maar God heeft jou wel gemaakt in het grote plaatje. God heeft jou en mij gemaakt voor het grote plaatje. Met een doel, met een missie. Maar dat kan alleen hoe Jezus het heeft voorgedaan. En hoe heeft hij het voorgedaan? Door heel simpel te zeggen, ik kan niets. Maar hij, de Vader die mij alles openbaart door de Heilige Geest, die doet het. Die laat mij leven. Die laat mij zien wat voor missie ik hier op aarde heb. Maar dat geldt ook voor ons allemaal hier. We hebben allemaal een missie. En die kan je alleen bewandelen als je naar de Heilige Geest luistert. Want als we luisteren naar ons eigen vlees, naar jouw eigen ik, naar jouw eigen emoties, dat hebben we allemaal wel last van. Ik ook. Daarom is het belangrijk om je te vullen met Gods woord. Want het woord van God brengt geloof. Het woord van God leeft. Daarom zegt het woord ook, eet niet alleen maar brood letterlijk, maar eet het woord van God. Als Johannes opent, dan lezen we, en het woord werd vlees. Dat gaat over Jezus.
Ik zeg dat vaak in mijn preken, maar dat is zoiets bijzonders om ook bij stil te staan. Jezus kwam letterlijk op aarde, net als Egbert, net als Deborah, helemaal het vlees. Al zijn goddelijkheid had hij afgelegd. Alles. Hij was helemaal mens geworden. Hij erkende en herkende elke zonde, elke emoties had hij allemaal ook last van. Maar het voorrecht die Jezus wel had, was dat hij geboren werd door de maagd Maria, door de Heilige Geest. Dus hij was meteen in contact met God de Vader. Daarom is het zo belangrijk. Ik ben ook sinds 5 jaar vader. Dat we onze kinderen met de lessen van de Bijbel opvoeden. Met de lessen van God, de rechte pad, helemaal in deze kromme wereld. Wat Dorothee ook al vandaag zei. Het is verrot deze wereld. De liefde in deze wereld is soms echt satanisch. En dat is heel zielig, want heel veel mensen kunnen daar niks aan doen. Waarom niet? Ze hebben geen ouders. Ze hebben niemand die hun hebben verteld over deze God. Deze God die liefde is. En liefde is niet God, hè? Want God zegt, ik ben liefde. Maar liefde is niet God. Of in ieder geval niet elke vorm van liefde. Maar God is liefde. Dus als God zegt, ik ben liefde, dan laat hij jou en mij zien wat daadwerkelijk zijn liefde is. Want er zijn zoveel vormen van liefde die echt niet van God zijn. Waar God zich echt niet aan mee wil vergelijken. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi dat God ons een pad wil laten bewandelen waardoor wij kunnen geloven. Ja, deze Jezus die helemaal in het vlees kwam. Hij heeft voor mij geleden. Hij was zo perfect. Wow, en door deze Jezus, mits ik die keus maak, kan ik ook zo wandelen en handelen. Mits ik net zo vol ben van God, van de Vader, van het Woord, van de Heilige Geest, als deze Jezus, kan ik dat doen. Want toen Jezus gedoopt werd, werd hij meteen blootgelegd aan dit heuvel, hè? Moet je nagaan. Hij werd meteen die woestijn ingestuurd. En wij hebben dat ook, dat we in woestijnmomenten komen. Maar waar kiezen we dan voor? Kiezen we voor de angst of de twijfel, hè, wat van de duivel is, wat ik straks ook zal proberen uit te leggen vanuit de Bijbelse voorbeelden. Maar dat zal de duivel altijd doen. Die zal altijd doen, hey, dit kan je niet. Of hey, kijk eens daar, of kijk eens links. Hoewel je daar niet naar moet kijken. Maar God is daarom zo heilig en puur en rein, dat hij ons leert welke liefde hij voor jou heeft. En het woord zegt daarom ook, een vader, of een moeder natuurlijk, die zijn kind lief heeft, durft zijn kind ook te tuchtigen. Dat klinkt heel oudbollig, maar dat is gewoon terechtwijzen. Gewoon zeggen, hé, dat moet je niet doen. En dat is zo mooi. God is zo lief, dat hij ook soms durft te zeggen, nou is het genoeg. Weet je wel? Als wij dus dan dit lezen, dan zien we dus dat God van zielen houdt. Ieder die dit gelooft is al gered. Ook al, hè, ik geloof echt, dat als iemand echt gelooft in Jezus, maar toch nog steeds valt in zonde, of niet helemaal kan leven volgens God, omdat hij toch verkeerde vrienden heeft, en ja, daardoor toch verkeerd voorbeeld heeft. Ik denk wel dat daar consequenties aan vastzitten, hier in de wereld. Hè? Als je gevangenisstraf verdient, ja, dan verdien je die. En zo is het ook in het toekomstige koninkrijk van God. In de hemel, als we naar de hemel gaan, daar zijn ook ranken en schrikken. En noem het maar op. Maar elke ziel is gered. Want God houdt zoveel van onze ziel. Want hij weet, op het moment dat jij geboren bent, is er eigenlijk al gekozen. En dat is nog niet God. Want God komt niet aan onze vrije wil. Door de zonde die Adam deed, heeft hij eigenlijk ervoor gezorgd dat de dood kon intreden. En de dood is ook nog de laatste vijand die overwonnen is door Jezus. Maar we hebben daar nog wel mee te dealen. Omdat we in een gebroken wereld leven. Maar jouw ziel is gered. Jouw lichaam, die vergaat weer als stof. En daarom is het belangrijk dat wij ons vol moeten stoppen met geloof. Om de Satan ook te bestraffen in de autoriteit. Want genezing is vandaag de dag. Voor iedereen. Voor jou en voor mij. En ik snap ook niet soms als ik handen op mensen leg dat ze niet beter worden. Maar het ligt niet aan God. Het moet wel aan mij liggen. Misschien heb ik nog te weinig geloof. Maar ik blijf uitstappen. Ik blijf gewoon uitstappen. Ik snap dat niet hoor. Ik ben ook wel een keer heel boos geworden. Dat ik bepaalde dingen even niet meer kon horen. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Ik moest verleden jaar een meisje van 35 begraven. Oeh. Kanker. Ik ben bij haar thuis geweest. Ik heb voor haar gebeden. Ik ben echt boos. Ja, boos geworden op God. Teleurgesteld op God. Hoe kan dat? Zo'n jong meisje laat 3 kinderen achter. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb daar geen antwoord op. Want ik kan eerlijk zeggen, ik heb in geloof gebeden voor haar. Maar ik weet dat het niet aan God ligt. Ik durf dan eerlijk te zeggen, ja Heer, ik ben uitgestapt, ik heb mijn best gedaan, maar
ik snap het nog niet helemaal of zo, maar train mij. En daarom moeten we ook doorgaan, want God is een God van detail. Maar de duivel is ook een viezerik. En die kent ook de schrift door en door. Die is een psychopaat eerste klas, die al duizenden jaren hier is. Dus hij kent de mens nog beter dan dat wij de mensen kennen, de psychologen de mensen kennen. En hij kent God ook goed, want hij was vroeger een hele belangrijke engel voor God. Hij is echt de vader des leugens. Hij is de mensenmoordenaar. Hij wil jou en mij vermoorden. Waarom? Omdat hij God niet kan pakken. En hoe kan iemand een vader of moeder pakken? Kom aan de kinderen. Dus God heeft ons alle autoriteit gegeven, want dat heeft Jezus beloofd. En daar mogen wij in uitstappen. En God heeft zo lief de ziel, dat hij zoveel empathie heeft voor de mens. Zelfs de mensen die in een gebroken wereld leven, die er wel echt voor hem hebben gekozen, maar toch weer zijn teruggevallen. Die ziel is gered. Maar de duivel is zo vies en gemeen, dat hij elke dag opnieuw probeert ons depressief te maken. Ons zorgen wilt geven. Maar de Bijbel is duidelijk. En wat geloven wij? Geloven wij de Bijbel of geloven we onszelf of die viezerik? Ik noem hem gewoon altijd viezerik, weet je wel? In het Turks zeg je pislik. Dat vind ik nog mooier. Ja. Klopt, ja. Weet je wel? Ja. Hoe zeg je het in het Indisch? Viezerik? Dat weet ik toevallig. Oh, jammer. Dat weet ik de volgende keer al. Vraag maar aan mijn schoonmoeder. Maar echt waar. Kotan. Kotan? Kotan. 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 Ja, dat vind ik toch in het Turks mooi. Pislik. Kotor is vuil, hè? Vuil, ja. Kotor is vies, ja. Hij is echt een viezerik, die duivel. En waarom? Elke keer probeert hij roet in het eten te gooien. Daarom is de Bijbel zo eerlijk. Ik wil een paar belangrijke teksten opnoemen. En ik wil eigenlijk aan jullie vragen om dan niet naar mij te kijken, maar je ogen gewoon dicht te doen. En echt naar Jezus te kijken, want dit zijn sleutelteksten die ik niet ga uitspreken. Dit zijn sleutelteksten die ik nu ga uitspreken. En ook geloof dat er gewoon nu op dit moment bij bepaalde mensen bevrijding gaat komen. Omdat het woord van God als een medicijn is, zegt het woord. In 1 Petrus 1, vers 7. Of 1 Petrus 2, vers 7 staat er: zoals goud gezuiverd wordt, zo wordt ons geloof gezuiverd door moeilijkheden heen. Elk persoon wil ik nu ook uitbidden, ook die kijken. Dat als jij denkt, waarom heb ik het moeilijk? Weet dat God alles ten goede keert. Dat God je niet laat struikelen, maar weet dat je door kan gaan. Omdat jouw geloof gezuiverd wordt. Jouw hart gezuiverd wordt door deze moeilijkheden heen. Dat wat de duivel tegen jou wil gebruiken, dat zal een geweldige offer zijn die je mag brengen om nog groter er doorheen te komen. Nog sterker er doorheen te komen. Waar jij er doorheen gaat, ik spreek het op dit moment uit. Zoals goud gezuiverd wordt door het vuur, zo wordt ons geloof gezuiverd door moeilijkheden. Amen. En nog eentje wil ik uitspreken. Dat is deze. En hier kan de duivel niet tegen. De Bijbel zegt, het is trouwens ook een goede proclamatie, maar hou je ogen nog even dicht. De Bijbel zegt, de kracht van de Heer is de vreugde voor ons. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord, de vreugde des Heer is onze kracht. Kan de duivel niet tegen. En daarom staat dit in Jacobus hoofdstuk 1 vers 2. Als er dan moeilijkheden op jouw pad komt, wees dan blij. Klet, dat is toch gek in de wereld? Hè? Ik zal niet zeggen wat Martin is overkomen. Maar eigenlijk moet je gewoon lachen. Je moet gewoon lachen. Ja, nou, je moet gewoon lachen. Weet je, waarom kan de duivel niet tegen? En jij mag ervan leren. En zo is het allemaal. We zijn allemaal mensen. We maken fouten. Echt waar, als ik zou zeggen dat ik nooit fouten maak, dan heb ik God niet nodig. Want waarom hebben wij God nodig als we perfect zijn? Eigenlijk, iedereen heeft God nodig. Waarom? We zijn niet perfect. En prijs de Heer, God is perfect en wil zijn perfectie door de Heilige Geest openbaren aan jou. Maar God is een vader en wil soms dat wij fouten maken. Als mijn zoon begint te rennen, hou ik mijn hart vast, maar ik ga niet zeggen, je mag niet rennen. Nee. En hij valt heel vaak. Kan hij goed remmen natuurlijk, maar begin, hij valt heel vaak. En soms hield ik mijn hart vast, als je zag hoe die kleine beentjes van hem gingen wankelen. Woep, 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 hè, en dan poink, voelde hij weer die billetjes. Baby's, kinderen. Maar ik hield niet tegen om te lopen. Het was niet dat ik hem te gunde, ook al wist ik dat hij viel. Maar daar komt het spreekwoord vandaan. Met vallen en opstaan leren we. Hè, we gaan onze kinderen toch niet tegenhouden als hij wilt rennen, ook al weet je dat hij 100 keer valt. En misschien ook een keer... ja, wat harder valt en daarom moet huilen. Nee, je loopt heen, je troost hem en je bemoedigt hem dat hij door moet gaan.
Zo is het met alles. Wij zijn topsporters, want wat wij doen is letterlijk de bolwerken neerhalen. Wij geloven Gods woord. Wij geloven dat wat de wereld niet gelooft. Wij geloven door de moeilijkheden heen worden we gezuiverd. Door het vuur heen, we worden gezuiverd. We gaan niet kapot, we gaan niet door het vuur vallen, we worden niet depressief. Dat wil de duivel geloven. Oh, zwaar hè? Oh, je bent moe hè? Oh, dit en dat. Ik lach, waarom? Omdat de vreugde des Heren mijn kracht is. Ik ga ervoor. Daarom hebben we elkaar nodig. Daarom zijn diensten op zondag zo mooi. De dienst voor zondag is niet bedoeld om dan weer lekker films te kijken en niks te doen. Nee, de dienst van zondag is bedoeld om opgebouwd te worden. Om er weer tegenaan te gaan. Om goed voedsel te hebben en niet alleen voor jezelf, om uit te delen. Om misschien wel dat God straks tegen jou zegt in Zwolle, je gaat voor de Albert Heijn staan en je gaat een Bijbelverhaal voorlezen. Of je gaat naar de kroeg vanavond daar en je gaat gewoon zitten naast iemand die je echt nodig hebt en je gaat zijn levensverhaal aanhoren en jij vertelt jouw levensverhaal, maar jij vertelt de oplossing. En dat is Jezus. Jezus is de oplossing. Hij is gekomen voor jouw ziel. Hij wil dat jij een missie gaat bewandelen hier op aarde. Maar hij wil heel graag dat jij gered wordt. Toen die 70 mannen en vrouwen erop uitgestuurd werden door Jezus, kwamen ze terug. En ze dachten, wat er nu toch gebeurde, onmogelijk. De demonen gingen gewoon weg. Mensen werden bevrijd. Ze waren onder de indruk wat de naam van Jezus deed. Maar weet je wat Jezus zei? En dat is heel mooi, hè? Ik heb verder nergens dat in de Bijbel gelezen, maar Jezus slaat op zijn schoot. Staat op, lach en word blij en dank God de Vader. En weet je wat hij dan zegt? Weet je wat hij zegt? Heel mooi wat daar gebeurt. Maar weet je wat nog veel mooier is? Dat jouw naam in het boek des levens staat geschreven. Dat zijn onze namen. Onze namen zijn bekend in de hemel. Waarom? Omdat de sleutel Jezus is. De duivel heeft geprobeerd roven te stelen. De duivel heeft geprobeerd iedereen, en misschien nog steeds, en ook voor de kijkers, om ons weg te houden van het mooiste wat nog moet komen. Want het mooiste moet nog komen, amen? Het mooiste moet nog komen, joh. Hier mogen we daarom leven met een missie. Wat is nou 80 jaar vergeleken met de eeuwigheid? Ik denk dat die Stalin en die Gaddafi en al die vieze rikken, die echt verschrikkelijke dingen hebben gedaan, heel erg veel spijt hebben gehad toen ze doodgingen. Denk ik echt. Of die maffiabazen. Als je soms die maffiafilms zou kijken, ze lopen allemaal zielig af. Uiteindelijk hebben ze miljoenen euro's, zijn 3 keer getrouwd, hebben overal kinderen. Kinderen willen niks meer te maken hebben met hun. Zijn verraden door de beste vrienden, hebben beste vrienden moeten vermoorden. Allemaal voor een beetje goed. En dan gaan ze dood, eenzaam en alleen. Dat is er niks. Weet je, ben je dan rijk? Nee, we zijn rijk door deze Jezus Christus. We zijn rijk omdat we weten dat het beste nog moet komen. We zijn rijk omdat wij het niet meer hoeven te doen, maar Hij die in ons woont doet het door ons. We zijn rijk omdat we altijd kracht krijgen van boven. We zijn rijk omdat we een kerk hebben waar we elkaar helpen. We zijn rijk omdat wij weten dat we met een missie mogen leven. We zijn rijk omdat wij niet opgeven, maar doorgaan. We zijn rijk waar anderen stoppen, gaan wij door. Als jij bent geroepen voor een opdracht, zoals handen op de zieken te leggen. Ik baal ervan dat een meisje dood is. Echt waar. Als die kinderen ook zien, moet er altijd aan denken. Ik kan 2 dingen doen. En het gebeurt ook soms bijna. Luister wat de duivel zegt. Of zeggen, dit stopt mij niet. Ik zal voor nog meer mensen gaan bidden voor genezing. Maakt mij niet uit dat mensen me uitlachen op straat. Maakt me niet uit, ik doe het gewoon. Hè, Benjamin? Doe het gewoon. Ja. Echt waar, ik word ook soms uitgelachen. En soms schaam ik me ook diep. Maar ook soms schaam ik me helemaal niet, denk ik. Je wordt ook uitgelachen als christen. Maar Jezus zegt dit. Ik leef met een missie. Ik wil niks missen. Ik heb geen zin om door mijn schaamte, door mijn vlees, door de fluisteringen van de boze, mijn missie niet zien behalen. Daarom, ik leef niet door wat ik zie, maar door geloof. Zegt de Bijbel ook, hè? We live by faith, not by sight. Wat is Engels soms krachtig, hè? Ik lees tegenwoordig ook de Engelse Bijbel. Daarom hoor je dat af en toe dat ik Engels dat zeg. Maar dat vind ik zo kort en krachtig. Markus 11, vers 22 en 23 wil ik ook even lezen met jullie. Marcus is trouwens een heel mooi evangelie. Ja, daar worden vooral de wonderen en tekenen van Jezus benadrukt. En is de kortste evangelie die er ook in staat. Daar wil ik je echt mee bemoedigen. Ik wil sowieso iedereen bemoedigen, ook die kijkt. Weet je, de Bijbel en God denkt heel anders dan wij mensen. Wij mensen beginnen met de Bijbel vaak gewoon bij de eerste bladzijde.
Maar alles gaat om Jezus. En God zegt eigenlijk, begin niet aan het einde, begin niet aan het begin, maar begin bij de evangelie. Weet je waarom? Dan leer je Jezus kennen. Als je dan het Oude Testament gaat lezen, dan zie je alles dat het de schaduw is van Jezus. Je gaat het Oude Testament nog beter kennen. Hoezo dan, Edward, zou je misschien zeggen? Nou, een paar voorbeeldjes wat ik geniaal vind. Abraham moet zijn beloofde zoon Isaac offeren. God offert zijn beloofde zoon. Echt, hè? Maar op het laatst, als Isaac daar staat, of Abraham daar staat boven Isaac, ja. Weet je wat hij dan zegt? Niet doen, niet doen, niet doen. En hij kijkt en daar is een lammetje, een bokje. En die doet hij in plaats. Wie is de offerlam? Wie is het slachtlam? Amen. Krijg je daar geen kippenvel van? Oud Testament! Jezus, de beloofde zoon met het offerlam. Toen Mozes, voordat hij uit Egypte vluchtte, wat moest hij die doen? Want de engel des doods kwam, hij werd geroofd en gestild door de duivel. De engel des doods kwam. Wat moest hij doen? Zodat de engel des doods niet binnen kon komen. Bij de eerste geboorte. Bloed. Bloed van het lam. Wat heeft onze zonde weggenomen? Het bloed van Jezus. Daarom is het zo mooi. Als wij avondmaal doen, zien wij twee dingen. Voor de gebrokenheid van jouw lichaam. En de gebrokenheid van jouw ziel. Zo bijzonder als we avondmaal hebben. We nemen het lichaam van Christus op ons. Zijn striemen hebben ons genezen. Daar denken we dan aan. En als ik die mats in mijn mond doe, dan hoor ik dat. En dan denk ik ook echt, wow, Heer. Uw vlees, uw botten, alles gekraakt voor mijn heelheid in mijn lichaam. En dan zegt Jezus, hè, een beter verbond. Niet het eerste testament, maar het tweede testament. Een nieuw verbond, een beter verbond. Waarom? Zijn bloed nemen we tot ons. In het bloed zit het leven, zegt de Bijbel. En Jezus is zonderloos. Dus zijn perfecte DNA nemen we in ons. En zijn perfecte DNA reinigt ons van al onze zonden. Zijn bloed reinigt ons, maakt ons witter dan sneeuw. Ik zeg wel eens witter dan schoon. Hij maakt ons helemaal schoon. Dat is zo bijzonder aan de avondmaal. En dat heeft Jezus allemaal gedaan. En die voorafschaduwen zien we allemaal in het Oude Testament. Wat niemand kon weten. Maar God wist het. En dat geldt voor ons allemaal. Jezus is gekomen. En God wilde hem openbaren. Hij is de Torah. De wet. De levende woord. Hij is gekomen. Zodat de Satan altijd verslagen zal zijn. En ik hoop dat vele christenen dat doorkrijgen. En wanneer ze het moeilijk hebben, blij zijn. Leven vanuit geloof. Leven door, niet door gevoel. Niet door het zien. Hebreeën 11 vers 1. Ik ga eerst nog Marcus lezen, hè. Maar Hebreeën 11 vers 1, ik doe het even anders. Want ik voel dat van de geest. Ik voel dat de Heilige Geest hier is. Voelen jullie het ook? Ik voel dat er een kracht, een gave van geloof meer en meer vrijgezet gaat worden vanmiddag. Ik voel het. In de naam van Jezus, kom, lieve Heilige Geest, en kijk eens, en iedereen die hier is, geef meer geloof, die gave van geloof, dat het vermenigvuldigd mag worden, Heer. Dat wij nieuwe scheppingen al zijn, maar nog vernieuwder mogen denken, zoals Romeinen 12 vers 2 zegt. Vernieuw denken, dat geloof ons eigen wordt. Nog meer, Heer, vraag ik u in de naam van Jezus. Hebreeën 11 vers 1 zegt, weet je wat daar staat? Dat is zo mooi, hè? Er staat, dat wat onzichtbaar is, wordt door de gelovigen zichtbaar gezien. Dat wat nog onzichtbaar is, wordt gezien. En hoe komt dat? Omdat we geloven. Door geloof worden dingen zichtbaar. Door geloof kan jij profiteren in de naam van Jezus. Door geloof kan jij woorden van kennis doorgeven in de naam van Jezus. Door geloof ga jij door waar anderen stoppen. Weet je wat het gevaarlijkste is voor de mens? Als ze geen hoop meer hebben. Als ze geen geloof meer hebben. En de meeste christenen, en ik ook in bepaalde dingen nog, maar ik verbreek het vandaag in de naam van Jezus, is dat ik leef door hoop. Maar wat heb ik aan hoop? Wat heb ik eraan als ik tegen jou zeg, ik hoop het. Ja, denk jij het dat ik ga slagen voor mijn toets? Ja, ik hoop het voor je. Maar als ik tegen hem zeg, je hebt goed geleerd, je hebt er alles aan gedaan, dus ik geloof dat je het gaat halen. Amen. Zie je het verschil? Amen. Wij christenen leven zo vaak met dat woordje, ik hoop het. Ik hoop dat ik goed genoeg ben. Ik hoop dat God van mij houdt. Ik hoop dat ik een goede christen ben. Ik hoop dat ik mijn missie ga behalen. Nee, ik geloof het op grond van de beloftes van het woord. Ik leef door geloof. Ik ga ervoor. Ik zal die vieze Satan, die pislik, een trap onder de hol geven. Weet je wat ik wil doen?
heel groot onder mijn schoen Satan zetten. Oh, en dan extra springen, extra hard lopen. Onder mijn voeten. Er is zo'n nummer, hè. I went to the enemy's camp and I take back what he stole from me. Geweldig. Dat is het, dat zijn soldaten. Dat zouden we vaker moeten zingen, Hans, of niet hier in de kerk. We nemen terug wat hij heeft gestolen. Is er niet blij mee? Weet je waarom er pas 100 jaar genezing weer is in de wereld? Omdat er pas weer 100 jaar gepredikt wordt over genezing. Het woord van God zet dingen vrij. Waarom? Door het horen ontvangen we het. Iedereen die over Jezus heeft gehoord en daar ja tegen heeft gezegd, komt omdat hij een prediking heeft gehoord of een of andere wappie, Jesus freak, weet ik veel hoe ze ons soms noemen, zijn tegengekomen. Maar door zo'n Jesus freak ben ik ook een Jesus freak geworden. Dat doet de Heilige Geest. Amen. En ik ben er blij mee. Team Jesus, halleluja. Amen. Hij is de beste. Hij heeft mij veranderd. Van een rockenjager naar een evangelist. Ja. In de wereld, ik deed niks verkeerds, maar ik was zo. En niemand zei dat het verkeerd was. Zo hebben we allemaal tekortkomingen. Maar door de Heilige Geest kwam die zonde besef. En wat was dat fijn, die zonde besef. I was blind, but now I can see. Amazing grace. Ongelofelijke genade. God houdt zoveel van ons, dat hij zelfs bereid is om ons te heropvoeden. En je krijgt de beste. Hij weet precies wat jij aan kan. Hij zal jou nooit willen kwetsen, want hij wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. Goed. Marcus 11, vers 22 en 23. Jezus zei tegen de leerlingen, je moet op God vertrouwen. Luister goed naar mijn woorden. Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet. Maar geloof dat het zal gebeuren, want dan gebeurt het ook. Zelfs als je tegen die berg daar zegt, kom van je plaats en laat je in de zee vallen. Ik lees het nog een keer voor. Laat tot je bezink wat hier staat. Hè? Jezus, ik ga het persoonlijker maken. Jezus zegt tegen Anthony, tegen Deborah, tegen Bianca, vul je naam maar in. Jezus zegt tegen jou, want jij bent zijn leerling. Je moet op God de Vader vertrouwen. Amen. Jezus zegt tegen jou, luister naar mijn woorden. Als je iets aan God de Vader vraagt, dan moet je niet twijfelen. Dan moet je gewoon vragen. Je moet niet twijfelen. Heer, geef me een BMW. Maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook. Zelfs als je tegen die berg daar zegt, en een berg is niet per se letterlijk een berg. Een berg staat voor obstakels, voor problemen, voor trauma's. Wat is jouw berg? Misschien zit je hier wel met kanker. Dan is kanker jouw berg. Ja. En God belooft dat die berg moet wijken in de naam van Jezus. Amen. Misschien is die berg angst. We hebben geen geest van lafheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus die berg moet wijken in de naam van Jezus. Misschien is die berg drugs. Dus de berg van drugs moet wijken in de naam van Jezus. En zo kunnen we uren doorgaan. Alleen al door deze tijd zo diep gaat. Dit is een belofte die God vrijzet over ons. Maar we moeten het zeggen zonder twijfel. Een berg is heel groot. En toch kan God dit. Want hij die in jou woont, is meer als overwinnaar. En op vers 24, daarom zeg ik, als je iets aan God vraagt, geloof dan dat je het al gekregen hebt. Want dan krijg je het ook. Visualiseren, wat ik al zei, Hebreeën 11 vers 1. Dat wat voor de mens niet gezien wordt, dus wat onzichtbaar is, is voor degene die geloven al zichtbaar, door geloof. Wij weten, wat Dorothee zegt, dat was profetisch. Dat is geen woord wat zij verzint, dat is profetisch. We leven in een eindtijd en Jezus komt spoedig. Dat is profetisch. Maar voor God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Misschien hebben we nog heel veel werk te doen, maar dat weten we niet. De visioen, de droom die Gabriel heeft ontvangen van God, mag hij heel serieus nemen. En dat heeft hij ook gedaan door vandaag te laten zien. Ik schaam me niet voordat ik een visioen heb gekregen, een droom gegeven van God. Ik zet het zelfs vrij. Ik geloof erin. Weet je hoe belangrijk het is? Dat dingen uitspreken, proclameren, heel belangrijk is. Dus als jij bijvoorbeeld weer wordt aangevallen door de duivel, hè, door die pisselik, dan ga je niet zitten, oh, ik voel me zo verdrietig. In plaats daarvan ga je met de tegenovergestelde geest reageren. Dat is geloof.
Want je gaat je niet gedragen hoe jij je voelt, je gaat je gedragen dat wat het woord zegt. Want weet je dat in jouw benauwdheid, in jouw moeilijkheden, God het dichtst bij is? We hebben allemaal moeilijkheden gehad. Dat weet ik zeker. Want juist als wij als soldaten erop uitgaan, God wil ons trainen, dan zeggen mensen wel eens, maar ik geloof daarin, ik geloof dat dat echt waar is, elke level heeft zijn devil. Als jij gaat groeien, gaan er ook weer nieuwe dingen op je pad komen. En de duivel is daar niet blij mee en die wil jou weer houden. Die wil eigenlijk dat je depressief wordt of misschien wel helemaal van het geloof afgaat. Ja. Weet je wel? Maar dat is zo mooi. Daar zien we al in, hé, wacht even. In plaats van dat ik nu down ga worden, ik heb het moeilijk, ik kan beter blij zijn. Want volgens mij is God weer bezig met mij. Zeg ik even in die woestijntijd, even in een dorre tijd, maar ik ga bij de bron. Ik ga bij de bron zitten. De Heilige Geest. Ik ga juist zijn woord nu lezen die mijn geloof geeft. Want zonder het woord hebben wij geen geloof. Daarom is het belangrijk wat Joshua te horen krijgt. Maar dan kan je ook gewoon je eigen naam invullen. Bedenk zijn woord bij dag en nacht. Wijk niet van zijn pad en wees moedig. Nou, als je dus zijn woord bij dag en nacht moet overdenken, dat spreekt voor zich. Dat je niet moet wijken naar links of rechts, spreekt ook, logisch. Maar er staat, daar lezen we soms overheen. Er staat ook, wees moedig. We daar als bij stilgestaan, dat er ook staat. Wees moedig. Dat zegt God niet voor niks. Als jij moedig moet zijn, dan zijn dat in situaties dat jij bang wordt. Want weet jij dat het woord dapper niet is... Kijk, bijvoorbeeld Deborah heeft iets heel dappers gedaan eigenlijk. Op het moment dat zij stervensbang werd, zeg maar in die vliegtuig, dat ze zelfs de ogen dicht moest doen, maar ze deed wel. Ze heeft in geloof gehandeld. Want haar lichaam trilde. Ze kreeg allemaal leugensgedachtes bij haar. Ze wilde terug. Maar op een of andere manier heeft zij gehandeld vanuit geloof. Ze was dapper. Iemand anders, die het helemaal niet eng vindt, de springt eruit. Die lijkt misschien dapper voor ons, omdat we denken, wow, maar die is helemaal niet dapper. Eigenlijk, die heeft gewoon heel veel lef. Maar Deborah was dapper. Dus Deborah had op dat moment moed gehouden. Dus daar wil ik ons ook mee hebben, moeder. Als God je iets vraagt en je durft het niet, dan mag je ook blij zijn. Dan mag je echt weten, wow, ik weet niet hoe u het gaat doen, maar u gaat het doen. En dan mag je ook zeggen tegen God, oh, ik ben bang. Ja, Satan, je mag horen dat ik bang ben, maar ik doe het toch. Amen. Maar ik doe het toch. Haha, yes. Is die helemaal niet blij mee. Yes. En daardoorheen gaat jouw geloof ook groeien. Want door moeilijkheden heen wordt ons geloof gevormd. Ja. Ik weet niet of je sporters zitten, maar met sport is hetzelfde. Als jij met voetbal een bepaald trucje wil leren, dat kan je niet in één keer. Sommigen kunnen het na een hele dag oefenen en anderen pas na een jaar. Maar de volhouden wint. Daarom zegt Paulus ook, en daar wil ik ook mee eindigen. We lopen een wedloop. En tot nu toe heb ik de wedloop goed gelopen. Maar ik heb de finish nog niet gehaald. Als er mensen zijn, ook voor de tv, die misschien hebben gekeken en zeggen... Ik ben helemaal klaar om niet de keuze helemaal te maken voor Jezus. Dan wil ik gewoon vragen, sta op. Sta gewoon op. Als teken, zowel voor de duivel als voor God te laten zien, ik wil maar aan u geven. Laten we zo eindigen met gebed. Als jij dat bent... Wil ik ook daarvoor bidden. Heer Jezus, ik wil u zo danken voor uw geweldigheid. Voor uw kracht die u ons geeft elke dag door. Dat we mogen geloven vanuit geloof. Dat we mogen leven vanuit het woord. Vanuit uw heilige wet. Wat zo geweldig is. Wat juist zoveel vrijheid geeft. Maar Heer, ik wil ook bidden voor de mensen die vandaag voor Jezus echt hebben gekozen. Of hebben gekozen om weer echt terug te gaan bij Jezus. Klaar te zijn om gedreven te worden door andere wereldse dingen. Of menselijke dingen. Of noem het maar op. Heer, wilt u ze bekrachtigen? Wilt u op dit moment hun aanraken door uw Heilige Geest? Wilt u ze in vuur en vlam zetten voor Koning Jezus? Opdat waar andere stoppen, zij door zullen gaan. Dat zij doorbrekers zullen zijn. IJzerbrekers zullen zijn. Daar waar deuren op slot zitten, hè, voor uw Koninkrijk mogen openbreken. Opdat het licht, wat u bent Jezus, meer geopenbaard worden op duistere plekken. Want daar waar duister is, moet licht komen. Daar waar duister is, mag u komen, Heer. Opdat er meer en meer oogst binnengehaald mag worden. Zo wil ik iedereen zegenen in de machtige naam van Jezus. En Heer, ik vraag u ook, wilt u de napreker zijn van dit woord? Alles wat goed is, dat het de napreker mag zijn. Maar ook dingen die misschien niet goed zijn, dat we het mogen vergeten. Opdat alleen de waarheid bewaard wordt. Wilt u ieder hart
nog verder doorwerken met dit woord, Heer. Zodat ze misschien zelfs vannacht nog wakker mogen worden en dingen zullen opschrijven. Omdat u een sprekende God bent en ook belooft. U geeft uw beminde in de slaap. In Jezus' naam. Amen. Amen.